Um, op de vraag van mevrouw Wuiten. Uh, waar te beginnen? Um, slavernij. Um, het is een uh, onderwerp, om eerlijk, te zeggen, om, 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 om eerlijk te zeggen, die niet um, actief op het eiland uh, besproken wordt. Het was geen discussiepunt. Het was geen um, punt van, van zorgen. We waren bezig met het herstel van de pandemie. We waren bezig om onze begroting sluitend te krijgen. We waren bezig om hervormingen uh, uh, um, opzet. Uh, dus het was niet iets dat Aruba, ik denk dat ik uh, voor de delegatie kan uh, praten, iets waarover wij aan het discussiëren waren. Het was een, geen punt uh, van discussie, en ook geen punt dat we um, projecten aan het opzetten waren. Of uh, um, ja, ik, ik, ik durf niet te zeggen dat het niet belangrijk is, maar het was niet een zorgpunt voor ons eiland. Maar het werd naar voren gebracht door Nederland. En bijna elke vergadering die van die moment tot nu toe uh, werd dit punt op de agenda gezet. Dus het. Het zet je wel tot denken. Het zet het eiland um, tot um, reflecteren. En de eerste punt die bij ons op dat moment uh, te binnen schiet is de doorwerking van slavernij en kolonialisme. En dat ervaar je in je werk. We ervaren het um, als parlementslid. We ervaren het in de beslissing die. ...overheden nu aan het nemen zijn. Want er wordt veel gepraat, maar er wordt niet geluisterd. Dat is iets dat wij als een doorwerking van kolonialisme, als een doorwerking van kolonialisme ervaren. Maar om uh, te zeggen wat wij mee bezig zijn. Want om, de realiteit is ook... ...er is weinig kennis van het slavernijverleden op de eilanden. Ik geef een voorbeeld... Um, de staatssecretaris van Nederland kwam bij de excuses. En toen werd bekendgemaakt dat er een uh, monument komt voor de slavenheldin Virginia. Ik zat in die zaal. Dus bij mij, Virginia, wie is Virginia? Maar ze wordt wel de slavenheldin van Aruba genoemd. En ik wist zelf niet, totdat um, er over gesproken is, wie Virginia was. Dus we hebben wel een probleem, vind ik zelf. Dus als ik als parlementslid zelf niet weet dat we een slavenheldin hebben die Virginia heet, dan um, is dat wel een weerspiegeling van de bevolking. Dus er is werk te doen. Dus daarom heeft de overheid besloten, we moeten met een bewustwordingcampagne komen. Maar als er zo weinig informatie is en. Uh, weinig lesmateriaal en um, educatieve materiaal um, is het moeilijk om uh, die bewustwordingscampagne te realiseren. Dus dat is de uh, main focus van het eiland: van, um, laten we zoveel mogelijk informatie naar voren brengen. We hebben geluk gehad dat de heer Luc Allofs uh, reeds een publicatie heeft die ik dacht zo'n Vijftien jaar geleden eh, was geproduceerd. Um, er was iets mee gedaan in de curriculum van scholen, maar helaas was het niet van structurele aard. Dus um, daarvan gaat een um, reproductie komen of een herdruk. En daarvan gaan um, de dingen weer ook naar scholen. Maar we hebben een tekort: een tekort aan voorlichting, een tekort aan kennis. Zoals de heer Leerdam en mevrouw Brenden aangaf, we hebben werk te doen. Werk te doen om onszelf um, um, meer kennis toe te geven, maar ook aan de bevolking. Um, dat is een punt. Een ander punt dat mij uh, zorgen baart, is: we hebben een tekort aan capaciteit, zoals mevrouw Wuiten heeft aangegeven: capaciteit en middelen. En in het midden van prioriteitsstellen kan je je bedenken. Het is zoals mevrouw Brenden en de, leer, de heer Leerdam aangaf: op de eilanden komt cultuur en sport meestal tekort. De begroting is niet, niet zo, zo ruim om dan met um, bijvoorbeeld een nieuw museum voor slavernij te komen. Dat is een punt. Dus dat, dat, ik vond de vraag dat de heer Rosemuller stelde: van, komt er iets fysiek op de eilanden? Die een weergave gaat vormen van de hele traject die is doorgelopen. om informatie naar voren te brengen. En om een museum voor Nederland te creëren. of het ook op de eilanden komt, vond ik op zijn plaats. En ik vond het ook goed dat OC OCMW heeft aangegeven. dat ze daaraan uh, gaan werken. Maar um, als we, als we hebben het hebben over na de coma, de invulling. er is een fonds, of er is 2 miljoen euro. 200 miljoen euro, um, toegezegd, en deze wordt via Mondrian Fonds en Fonds van Cultuurparticipatie beschikbaar gesteld. Nee, oké, okay. in ieder geval laten we die 200 miljoen los, maar er zijn fondsen beschikbaar via Mondrian Fonds en Fonds van Cultuurparticipatie. En wat wij van de uh, cultuurwereld uh, uh, te horen krijgen op Aruba, dat ze uh, eigenlijk een beetje buiten beschouwing of een beetje um, te laat worden ge geïnformeerd over het proces, dat ze uh, weinig, um, um, hoe je het zeggen, ze hebben een tekort aan kennis hoe ze de subsidieaanvragenprocedure moeten doorlopen. Dus ze zijn laat. en Schijnbaar is twee rondes uh, uh, van een indiening voor projecten. De eerste ronde is al geweest. Dus onze mensen komen nu bij de tweede ronde. En schijnbaar is die pot bijna leeg. Dus um, dan voelt. De cultuurwereld. Ten eerste is de, de inlichting wat laat op gang gezet. Dus um, wanneer de informatie bij hen is aangekomen, was de dag of te kort voor de inlevering van de eerste inleveringsmoment. Uh, dus ik, vind, ik, denk, ik weet niet of de andere eilanden hetzelfde probleem hebben, maar dat de Caribische projecten dan niet de kans zouden krijgen om uh, licht te zien. Ik denk dat ik een beetje heb, um, naar voren heb gebracht wat de problemen zijn op het eiland. Bedankt. Dank mevrouw Trompli, helder. En uh, wellicht dat u in de pauzes of tussen de bedrijven door nog met mevrouw Wuiten, cultuurwoordvoerder, kunt spreken om, uh, om tips en tricks uh, te krijgen, met name over die fondsen. Um, ik zou de heer Manzoer het woord willen geven, uh, want die stond al een tijdje te wachten. En vervolgens tot slot aan Curaçao willen vragen of zij ook nog uh, inderdaad uh, een uh, korte inbreng willen doen.